Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah Verwoerd. En zoals je misschien aan de titel hebt gezien, ga ik 24 uur lang meedoen aan de Ramadan. Ik had dit in een weekvlog gezegd en ik kreeg heel veel reacties van yes, moet je doen. Dus het is nu woensdag en morgen donderdag ga ik eraan beginnen. Alleen wilde ik wel gewoon alvast een intro filmen, omdat ik heb natuurlijk vannacht mijn wekker gaan zetten om 3-4 uur. Dat ik dan ga eten. En dan ga ik morgen de hele dag niet eten. Ik had aan Turkse vriendin geappt. En zij zei dat ik rond 9:30 weer mocht eten. Dus mag ik dus niet drinken. Niet eten. Wat zei ze nou? Je mag niet niks eten, drinken, kauwen of roken. Nou, ook geen kauwgom, geen slokje water, niks. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe ik het ga vinden. Ik heb het nog nooit gedaan. Ik heb sowieso nog nooit zo lang niet gegeten. Dus ik ben echt, echt heel erg benieuwd of ik het kan. Ja, vannacht ga ik gewoon werk zetten. Dan ga ik gewoon heel veel water drinken. Ik zei, je moet echt heel veel water drinken. Dan ga ik iets van tosti eten of zo. Een beetje fruit misschien. En dan ja, de volgende dag heet dat niks eten tot 9:30. Ja, ik heb wel eens vaker dat ik echt pas avond eet om 9:30. Omdat ik werk bij de apotheek. En dan eet ik vanaf 4 uur niks. Maar ja, 4 uur. Dus ja, ik ga gewoon laten uitslapen tot 11 uur. Video opnemen, dus heb ik wat te doen. Dan kan ik de video editen, heb ik wat te doen. En ik moet ook nog gewoon aan school zitten. Dus op zich heb ik wel eens maar een drukke dag. Maar niet dat ik echt fysiek bezig ben. Ik moet niet werken. Ik ga nu sowieso niet sporten. Echt respect voor mensen die gewoon gaan werken en gaan sporten en zo. Maar mij niet bellen. Ik dacht, ik neem alvast een intro op. Als je heel erg benieuwd bent naar de video, geef dan een blauwe duimpje omhoog. Ik ben echt mega benieuwd. Echt mega. Ik spreek jullie denk ik vannacht pas weer. Oh my god. Wens me succes. Het is 10:30. Ik ga nu heel veel water drinken nog. Ik ga een beetje chips pakken, want daar heb ik gewoon zin in. En ja, dan zie ik jullie zo meteen weer om 3:30. Dan mag ik voor het laatst eten. Oh my god. Ik vind het zo raar. Holy shit. Oh my god. Echt. Godverdomme. We kunnen al zien dat deze challenge niet is gemaakt voor mij. Gewoon niet. Want ik ben in coma als ik slaap. Ik heb 5 wekkers gezet om 3 uur. 2:30. 2:45. 3 uur. Zo heel de tijd door. En ik ben gewoon door alle wekkers heen geslapen. Ik kan niet herinneren dat ik die wekkers heb gehoord. Ik heb ze gewoon waarschijnlijk gewoon uitgedrukt in mijn slaap. En toen werd ik net opeens wakker om 6 uur. Toen dacht ik, ja, kut. Kut, kut, kut. Maar ja, ik mocht natuurlijk eigenlijk 2 uur geleden niks eten. Maar ik denk wel dat ik even wat ga eten en wat ga drinken. Want anders ga ik het echt niet volhouden. Want dan gaat het echt niet goed. Dus ik begin 2 uur later. Kut, ik vind het echt kut. Maar het is even niet anders. Ja, dan heb ik het ook van soort van gedaan. Als ik kijk. Maar ja, anders ga ik echt dood. Als ik nu niet iets ga eten en drinken. Dus ik ga even water pakken. Ik weet echt niet wat ik wil eten, want ik heb echt geen honger. Echt totaal niet. Ik kan echt niet in de ochtend eten. En ik zie er ook echt niet uit. Maar überhaupt mogelijk is als ik zomaar nu niet eet en drink, of ik dan überhaupt nog leef. Vast wel, maar denk het niet voor mij doen. Ik heb al een van zo'n glas water op. Ik ga nog een glas water drinken. En ik ga denk echt iets van tosti eten of zo. Maar ik heb zo geen zin in. Maar ja, moet maar. Want ik hoop echt niet dat jullie me haat of dat jullie het kut vinden dat ik 2 uur later begin. Maar ik hoop echt niet dat jullie het erg vinden. Oké, ik heb nu een tosti. Eronder. Ik ga dit even opruimen. En ik vraag me dus af wat er gebeurt. Stel, je doet echt mee aan de Ramadan. En je verslaap je. Ik vraag me dan dus echt af wat er dan gebeurt. Want je kan toch niet. Zeg maar, het laatste wat ik gisteren heb gegeten is chips. Maar ja, wat is chips nou weer? Dus dan is het laatste wat ik heb gegeten mijn avondeten. Dat was vroeger, want mijn opa en oma aten mee. Dus heb ik voor het laatste gegeten om 6 uur. Ja, dat is nu al 12 uur geleden. En dan moet ik dan nog een hele dag. Dat kan niet. Dus ik was maar wel een soort van blij dat ik om 6 uur wakker werd. En niet om 10 uur 's ochtends of zo. Dan was het echt kut geweest. Het is nu dat het 2 uurtjes later is. En deze kleine schat wil naar buiten. Ah, lieverd. Bye, bitch.
Oké, dit was mijn derde, of mijn vierde glas water, ik weet niet eens. En mijn tosti is ready, dus dit ga ik nu nog even opeten en drinken. En dan ga ik weer naar mijn bed toe. Oh my god. Ik heb de tosti op en ik zit zo vol. Ik ben echt kotsmisselijk gewoon. Ik heb nog dit glas water, ik krijg het echt niet weg, maar ik moet echt weg drinken van mezelf. En dan ga ik slapen. Eindelijk weer. Oh my god, yes. Lekker mijn bedje weer in. Oh. Ik ga nu lekker uitslapen. Zodat de dag wat korter is. Zo, bye, bitches. Het is nu 11:30. Ik ben net wakker geworden. Ik heb wel een beetje raar geslapen. Of zo, ik word elke keer een beetje wakker. En dan weer niet, dan weer wel. En dan nu ben ik wel echt wakker. Ik ga zo lekker uitgebreid douchen, lekker mijn haar wassen en gewoon dat ik veel tijd verspil dan dat ik eigenlijk me pas klaar heb gemaakt om 2:30. Dus ik ga hem gewoon 2 uur lang klaarmaken. En dan om 2:30 wanneer ik dat interview heb, dat ik wel klaar ben. En dan ga ik naar het interview en dan ga ik daarna een video opnemen. Dus dan heb ik ook weer zo'n tijd verspild. Ik weet dus nog echt niet wat ik vanavond wil eten. Misschien ga ik wel gewoon met mijn ouders mee eten. Zeg maar, vraag of mijn moeder eten wil overhouden. Oh, ik hoop echt niet dat je... Ik voel me echt kut over dat ik vannacht het heb gemist. Ik hoop echt niet dat jullie het kut vinden. Maar ja, het is niet anders. Ik ga nu zo lekker douchen. En omkleden, opmaken, mijn haar feunen. Lekker helemaal uitgebreid. Dat ik er ook fliek uitzie voor de video. Het is inmiddels 1:00. En ik heb... uit de douche zoals je kan zien. Ik ga zo eventjes mijn haar funnen. Ik heb me opgemaakt. Ik ben nog bezig met opmaken. En ja, ik heb nu echt totaal nog geen honger. Want ik eet echt nooit in de ochtend. Maar ik mis wel echt mijn kopje koffie. Dat moet ik echt eerlijk zeggen. En ik krijg ook een beetje hoofdpijn ervan. Dat ik krijg altijd hoofdpijn als ik geen koffie drink. Dus zo een beetje verslaafd. Misschien ben ik wel verslaafd aan koffie. Maar ja, daar heb ik nu wel echt last van. En droge mond. Maar niet echt. Dat ik denk van oh, het moet nu drinken of zo. Nou ja, om 2:30 heb ik dus afspraak over 1/2 uur. Ik ga gewoon even maar vinden en dan ga ik daarheen. Daarna ga ik denk de video opnemen. Ik hoop niet dat ik van mijn stok ga als ik de video opneem. Dat zie ik namelijk ook wel eens gebeuren. Dus ja, so far so good. Maar ja, de dag is natuurlijk eigenlijk nog maar net begonnen. Want ik werd om 11:30 wakker. Dus eigenlijk telt het nog niet echt. Oké, ik denk dat ik wel ready ben. Ik gebruik deze Victoria's Secret Body Mist. Dat werd gevraagd onder mijn weekvlog. Super lekker. Ik heb wel mijn tanden gepoetst, want dat mocht. Dus ik heb geen water doorgesleekt. Echt niet. Inmiddels 2:30. Ik heb even een nepnagels opgedaan. Deze komen van de Primark en zijn letterlijk €1,50. En ze blijven zo goed zitten. Ze blijven gewoon een paar dagen zitten. Niet normaal. Die lijm is echt next level. Ja, het is nu 2:30, dus ik moet snel door. Ik heb echt de meest simpele outfit ever aan. Van dit. En een flare broek. Ja. Wat moet je aan? Wat moet je aan? En ik maak er echt een soort vlog van. Maar ja, het is eigenlijk gewoon ook een soort vlog. Dus, yo. Thuis. Het is bij ons maar 2:30. Dus het gaat de goede kant op. Ik ga nu lekker de video opnemen. Dan heb ik toch weer gewoon even wat lekker wat te doen. En dan is het even iets anders. Ik heb echt zoveel zin in koffie. Ik heb echt totaal geen honger. Een beetje dorst. Niet heel erg of zo. Maar die koffie. Oeh, die koffie. Echt erg, ben ik verslaafd. Oh mijn god. Het is inmiddels alweer 4:00. Holy shit, het is al 4:00. Yes, het gaat zo snel. Ik heb een video opgenomen. Ik moest dus eerst, mijn batterij was uitgevallen van mijn camera. Dus moest ik wachten tot de batterij was opgeladen. Dus heb ik mijn hele kamer schoongemaakt, mijn bed verschoond, bla bla bla. You know it. Toen ging ik de video filmen rond 3:00 of zo. En ja, ik ben nu klaar. Het is nu een troepje hier. De video, deze vlog ga ik meteen morgen online zetten, vlogvideo. En deze video van deze video, wow, dit was echt niet duidelijk. Deze video die je nu aan het kijken bent, die staat online. Die ga ik morgen online zetten. En de video van de bikinis komt zondag online. Dus ben je benieuwd, vergeet hem niet te checken. Over 2 dagen komt hij online, superleuke bikinis. Nu is 4:00, nu ga ik de video editen, deze bikini video. Ik ga misschien ook al een stukje van deze video editen. En vanavond ga ik gezellig naar Bo toe. Ik ga denk misschien wel bij Bo gezellig wat eten vanavond. Als ik de iftar mag verbreken. Of hoe noem je dat? Iftar? Gaat eten. Ik weet het allemaal niet. Het is echt een videodag. Maar ik vind het heerlijk. En ik moet eindelijk aan school zitten. Maar dat doe ik niet. Nou is Ramadan update. Dus het is 5:00. Ik heb
kapot veel dorst. Ik heb echt heel erg veel dorst. Maar ik heb dus wel gewoon honger. Ik heb gewoon trek. Maar het is niet dat ik denk van, oh mijn god, ik moet nu eten, anders ga ik dood. Dat heb ik helemaal niet. Maar ik eet sowieso best wel weinig soms op een dag. Soms eet ik ook echt maar letterlijk 1 tosti. Ga ik werken en dan eet ik ook om 9:30. Dus het valt op zich nog wel mee ofzo. Ik hoop by the way dat jullie de manier waarop ik deze video film een beetje leuk vinden. Het is een beetje een vlogachtig idee. Ik kom dus ook gewoon lekker tussen dingetjes tussendoor zoals dit. Maar ja, anders zeg ik elke minuut, nou, het is 5 uur en ik heb nog steeds niks gegeten. Goh. Oké, maar deze heb ik dus van Isabel. Voor de mensen die het niet weten, dat is een vriendin van mij. Ze heeft een superleuke webshop, La Bella. Dit is hun kaartje. Heel cute. En ze verpakt het altijd in een leuk zakje. Je krijgt een leuk envelopje erbij. En ik heb dus deze ketting. En deze ketting is echt ketting, de armband. Heel leuk. Deze ketting. Zeg ik het weer? Armband. En die ga ik. En dit is met een magneetje dus zo. En deze ga ik om deze arm doen. Kijk. Super leuk. Hoe leuk is deze? Het is 5:30. En ik begin wel een beetje honger te krijgen. Maar dat was vooral omdat ik mukbangs aan het kijken was. En dat is echt het domste wat je kan doen. Ik had zoveel zin in eten. Dus ja, in ieder geval. Ik ben ook de video aan het editen nu. En ja, een beetje droge mond. Maar ja, gaat goed. Gaat goed. I got this. I got this. Het is inmiddels 6:30. Het is echt een goed idee van mij geweest om een video te filmen. En dit te editen. Want het neemt zoveel tijd in beslag. En de tijd gaat daardoor echt kapot snel. Ik heb echt alleen kapot veel dorst. Maar ik denk dat ik het wel ga volhouden. Ik ga het sowieso volhouden, jongens. Sowieso. Maar ik ga nu deze video editen. Ik heb net de bikini video helemaal afgeëdit. Klaar, ready to go. En nu ga ik voor deze video editen. 7:30. Weer een uur verder. Ik ben helemaal klaar met video editen. Ik ga zo meteen gezellig naar Bo toe. Ik ga wel thuis eten, maar ik moet nog even kijken hoe ik dat ga doen. Want ik wil om 8:00 live gaan op Instagram. Volg me op Instagram, follow me. Ik begin echt een droge bek te krijgen. En ja, wel een beetje, ik heb echt een beetje zo'n trillerig gevoel. Een beetje slap. Dus ik moet niet echt te veel gaan doen. En wow, van mijn laptop. Maar ik ga heel eventjes Bo bellen. Het is inmiddels 8:30. En ik ben nu live op Instagram met mijn sussy. En ik mag dus over een uurtje eten. Zit Bo ook op HBO of MBO? Ja, ik zit op het MBO, niet op HBO. Welke wijn drinken jullie? Nou, meestal Pinot Grigio of ja. Sauvignon. Oké, we waren net live en het was zo leuk. Echt zoveel leuke mensen. We hebben zoveel leuke dingen lief. Nou, ik wil even gaan praten. Dat ik zoveel honger heb. Ik ga lekker een hamburger eten. Met aardappel bakken. En broodjes zitten nu in de oven. Ik heb lekker een hamburger met gebakken uitjes. En lekker aardappeltjes. Woehoe. En lekker een broodje. En ik heb lekker truffel mayonaise. Zo lekker. Ik heb lekker gebakken aardappeltjes. En een broodje met truffel mayo, tomaat, hamburger en kaas. En ik heb lekker wijntje. En ik heb lekker water. En ik mag over 1 minuut eten. Nee, ik ga eerst drinken. Ik heb echt meer dorst. Wacht. Oh. Maar ik heb helemaal pijn in mijn mond en mijn kaken of zo. Ja. Maar dat komt even van al praten net. Nou, dat heb ik niet. Oh. Nog een 30 minuten. Het ruikt zo de lekker, die truffel voor mij. Ik heb het gehaald. Het was, nou, een beetje zoals ik had verwacht. In ieder geval, ja, het is eigenlijk best wel makkelijk te doen. Als je gewoon je mind ernaar zet, dan ja, kan iedereen het. Zeg maar, dat was hetzelfde dat wij een maand lang niet gingen drinken. Ja. 3, 2, drinken. 1. Yay! Woo! Ik mag eten. Mm. Yes. Oh. Dit voelt zo raar. Ik denk echt dat ik snel vol ga zitten. Ja, maar, denk ik ook. Mm. Oh. Echt ja, goed. Lekker. Mm-hmm. Heel lekker. Mm. Ja,
Okay, mijn camera is dus uitgevallen, dus ik moet even verder vloggen met mijn telefoon, want ja, ik kan mijn camera natuurlijk niet opladen. Het is inmiddels 11:30 en ik had weer heel erg honger gekregen. Ik had het eten dat ik had gemaakt en me opgegeten. Gaan we lekker mee, nee joh. Lekker aardappelkroketjes maken. En ik ben lekker M&M's aan het eten. Zo ongeveer, kijk even, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 4, 6, 18, 12, 14. We hebben er allebei zin. Ja. Zo goed? En dan lekker terug van mij. Je kunt altijd wat anders maken. Of, ja. Zin in. Maar ik had opeens echt weer heel veel honger. Maar jouw terug van mij nog opzeten. Ja. Nou, heel klein beetje zin op in. Dan maak ik een journal. En anders gewoon een beetje normale mayo ketchup is ook lekker. Ja, dat ook. Maar ik heb nog wat terug van mij. Mm. Zo lekker om weer te eten, finally! Echt top. Echt leuk. Ja. Ik vond het wel heel leuk om te doen. Het staat altijd met terug, want ik zeker dit terug van mij. Lekker. Oh. Vond ik echt lekker? Ja. Zou het zoiets? Nee, ik vind wel nee. Want zo is langer gekund. Mmm. Het is heel te lachen. Mmm. Lekker. We gaan het lekker lekker afkijken. Oh! Toch wel? Oh! Ah! Oeh! Het is warm. Oké, we gaan dit lekker eten. Kom maar, ik was een linie en 15 uur. Oké, het is inmiddels 1 uur. En ja, ik ga hier maar de video afsluiten. Ik heb het gehaald. Ik ben echt trots op mezelf. Gewoon, ik had. Ja, ik had. Ik was eigenlijk wel een beetje zo verwacht of zo. Ik weet niet. Ik zou het gewoon voor één dag zo goed kunnen. Maar een maand lang, wow, echt respect. En vooral als je werkt en naar school moet en sport. Echt chapeau. Maar ja, ik ben wel een soort van trots op mezelf dat ik het gewoon heb gedaan. Ik heb nu echt heel erg buikpijn. Het eten is echt zwaar gevallen. Dus ik ga gewoon lekker slapen. Ik ben ook echt super moe. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Geef even een duimpje omhoog voor mij. Dat ik echt, echt verdiend. Gewoon, ik heb hem gewoon gekild. Ik heb de challenge gehaald. Dus geef een duimpje omhoog. Ja, vergeet ook niet om mij te abonneren natuurlijk. Dat zou ik heel leuk vinden. En me te volgen op Instagram. Dat zag ik vervoerd. Ik ging vandaag nog live op Instagram. En het was echt super gezellig. Ik kreeg super veel vragen. En iedereen was super lief. En echt super leuk. Dus ik ben sowieso van plan vaker live te gaan. Dus wil je dat niet missen? Follow me op Instagram. Dus nou, heel erg bedankt voor het kijken. En heb je nog een leuke challenge of whatever iets, let me know in de comments. En misschien ga ik het wel doen. Dus ja, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei, love jullie.